Welkom bij First Class. Vandaag zal ik voor jullie maken een cannelloni van pasta met rundcarpaccio en pesto. Dus, we hebben hier gekookte pasta. Dus de pasta die hebben we al vooraf gemaakt in een vorige aflevering en die vindt u terug op firstclass.tv. Dus we gaan eigenlijk eerst de pasta mooi gaan bijsnijden. Een mooi plakje erop leggen. Die gaan we afkruiden met peper. Grof zout. Dan nemen we nog een plakje. Die leggen we nog een keer op. Terug hetzelfde. Kruiden met peper en zout. Dan nemen we de pesto. De basilicpesto. Die hebben we ook al gemaakt op voorhand. Die gaan we nu mooi gaan insmeren. Wat olijfolie erover. Wat blaadjes roketsalade. Roketsalade die hebben we ook al gewassen vooraf. De roketsalade die gaat eigenlijk de lekkere pit geven aan het gerechtje. De cannelloni. Een beetje olijfolie nog. Peper. Zout. Klein beetje parmezaan op ras. En nu gaan we alles mooi oprollen. Tot een strakke cannelloni. Nu gaan we een streepje pesto doen op het bord. Dan gaan we de cannelloni lichtjes insmeren met basilicolie. Dan basilicolie op bord. De cannelloni gaan we mooi het midden van het bord leggen. Een beetje parmezaan erover raspen. En we gaan nog juist wat afwerken met uienboeier. Een cannelloni van rundcarpaccio met wat roketsalade, pesto, basilicolie. Super lekker voorrechtje, zeer fris, lekker in de zomer ook. First Class, smakelijk, tot de volgende keer.